U kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. We hadden vandaag te maken met vrij veel bewolking boven Nederland. En die bewolking werd vanaf de Noordzee aangevoerd. Soms klaarden het even op, dan kwamen er weer wat dikkere wolken aan. En we moeten naar de Noordzee kijken en dan zien we dat er toch wel wat opklaringen aankomen. Die opklaringen bereiken ons waarschijnlijk in de loop van de avond. En dat betekent voor vannacht dat het even wat beter wordt. Maar wat de modellen voor ons in petto hebben, dat houdt nog steeds een noordelijke stroming in. En dat wil zeggen dat de aanvoer van wolkenvelden gestaag blijft doorgaan. Af en toe even wat licht. Gespetten of een buitje. Maar in het algemeen is het toch op de meeste plaatsen wel droog. Dat zien we bijvoorbeeld ook vanavond. Weinig of geen neerslag. Een enkele opklaring kan best. De zon kan misschien nog even schijnen, maar verder overheersen toch de wolkenvelden. Temperaturen liggen rond een graad of 17. Vannacht koelt het af naar lokaal 10 graden, maar daarvoor moeten we wel opklaringen hebben. Die krijgen we in de loop van de nacht eventjes. En dat betekent dat die temperaturen vooral in het oosten van het land wel zo laag uit kunnen pakken. De wind neemt tijdelijk iets af. Morgen overdag staat er gewoon weer een matige tot zelfs vrijkrachtige wind. Die vrijkrachtige wind vinden we in de kustgebieden. Dat is een windkracht 5 uit als gezegd het noorden. Temperaturen daarbij zo'n 18 graden op de Wadden, 22 graden in het zuidoosten van het land. En dan gaan wat buien overtrekken. Die komen pas later op de dag in het zuiden aan en dan begint het juist in het noorden weer wat op te klaren. Wisselvallig weer dus, niet al te slecht met soms wat neerslag. En Dat houden we ook nog eventjes, vooral op de donderdag, want dan hebben wolken in het noorden van het land echt de overhand. Met wat motregen in het zuiden is het vaker droog. Vrijdag nog een enkele bui ook, wat zon. Datzelfde geldt voor zaterdag en de temperatuur doet zelfs nog even een stapje terug. Naar 17 of 18 graden. De temperatuur loopt daarna langzaam wel weer wat op en dat zien we op de 15-daagse. Met eh, zondag wat hogere temperaturen na het weekeinde blijft het wat wisselvallig en we zien vooral dat de onzekerheid toeneemt. De marge in maximum temperaturen is behoorlijk hoog en zal zo tussen de 17 en 24 graden uitkomen. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl